Michael, 6 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Tevreden? Qua punten zeker, ja. Ja, de eerste helft, hoe kijk je daarop terug van vandaag? Effectief. Ik denk dat we vanuit de laatste, dus zeg maar de eerste opbouw, dat we dat best wel goed voor elkaar hadden. Op een gegeven moment herkennen we ook goed dat zij 1 tegen 1 gingen staan. Dan heb je met Sammy natuurlijk een spits die goed kan aanspelen. Dan stond ook een goal uit. Dus ik denk dat we daar goed op hebben ingespeeld. Maar ook wel een kritische noot. Ik vond het wel bij tijd en wijle vrij slordig. Misschien wat geduldiger moesten zijn. Dus ja, daar moeten we mee aan de slag. Ja, af en toe hadden jullie de bal, konden jullie moeilijk voorin vasthouden. Hoe los je dat dan op? Ja, goede vraag. Ik vond voornamelijk dat we misschien iets meer van kant naar kant moesten spelen. En dan een overtal op moesten zoeken. En dat we te vaak een actie maakten terwijl we in ondertal zaten. En dan is het ook moeilijk om daarna gelijk weer druk te zetten. Dus ja, weet je, het leverde niet heel veel problemen op, maar dat moet wel beter. Want je krijgt ook andere tegenstanders. Dus daar moeten we wel kritisch op blijven. Genoten van de goals, denk ik? Ja, dat zeker. Waren mooie goals. Wat ik net ook al zei, we waren heel effectief. Ja, dat is ook heel goed, hè, dat je met rust al zo'n afstand kan nemen. Wel jammer dat we daar niet op door konden beduren. Ook voor de supporters die een grote getalen waren. Dat was ook fantastisch. Eigenlijk een soort thuiswedstrijd. Dus... belangrijk dat we 3 punten hebben gepakt, ook weer de 0 gehouden. En we gewoon hard blijven werken aan de dingen die beter kunnen. Ja, tweede helft was jij nog een paar keer belangrijk, dus ook wel lekker toch als keeper? Ja, ik vind van mezelf dat we er ook niet in hadden gemogen hoor. Dus weet je, prima dat je nog even een paar reddingen moest verrichten. Maar goed, ik vond het tegen deze tegenstander met alle respect niet nodig. En je had het even over de supporters, die waren natuurlijk goed te horen, dus dat doet jullie goed, denk ik. Ja, dat is fantastisch. Het is eigenlijk, je speelt uit, maar voor het gevoel toch ook thuis. Ja, dus heel veel respect voor de supporters, dat ze met zoveel zijn gekomen vandaag. Ja, het leeft en we moeten het ook met z'n allen doen, dus we hebben hun keihard nodig. En we hebben ze vandaag weer in ieder geval 3 punten teruggegeven en hopelijk volgende week weer. Ja.